Barendrecht ontvangt Lienden. Het staat 0-0. We zitten in de 17e minuut van de eerste helft. En dit is Monster. Die wordt onderweg naar het doel van FC Lienden. Geen strobreedte in de weg gelegd. En die maakt de 1-0 voor de thuisclub Barendrecht. Dat vorige week met 3-2 verloor bij Rijnsburgse Boys. En Lienden, dat won vorige week. Heel eenvoudig eigenlijk met 3-0 van Lisse. Is hier onderweg naar de gelijkmaker. Eerst Belhassan met de inzet. Dan de redding van Splunter in eerste instantie. Maar Mo Bendadi profiteert van de herkansing en het staat 1-1. Vorig seizoen eindigde deze confrontatie in 2-2. Barendrecht is voor rust sterker. Het speelt wat makkelijker. En het komt opnieuw op voorsprong. We schrijven de 34e minuut. De inzet is van Sanchez. Schimmel is geklopt. En Barendrecht komt voor de tweede keer op voorsprong deze middag. Tevreden coach van Barendrecht, Adrie Poldervaart, ziet dat zijn ploeg eigenlijk er wel zin in heeft. Sterker nog, voor rust komt het zelfs op 3-1. Esaias profiteert met het hoofd. Opnieuw een schimmel geklopt. En Esaias heeft bekenden om deze treffer te vieren. De ruststand 3-1 in het voordeel van Barendrecht. Na rust pakt FC Lienden de zaken een stuk energieker aan. Eerst Samsay. Hij kwam over van Maghreb 90. En hij zorgt 9 minuten na rust voor 3-2. Barendrecht in de problemen. Dat zien we hier duidelijk al bij het uitverdedigen. De bal wordt opgepikt door Van 1. Nog geen 2 minuten na de 3-2 is het. 3-3 van Splunter opnieuw geklopt. En Lienden naast Barendrecht. Een geweldige wederopstanding van de ploeg van Kraai Junior. Wiens ploeg er ook nog met de volle winst vandoor gaat. We zitten inmiddels 12 minuten voor tijd. Vorige week maakte hij er 2. Deze keer slechts 1 van de Meerakker. Zijn derde van deze competitie. Het betekent de volle buit voor Lienden in Barendrecht. Het eindigt in 3-4. Barendrecht blijft puntloos. Lienden staat na 2 wedstrijden op 6 punten.